ligging en omvang van de voormalige begraafplaats aan de Eibergseweg in Groenlo, het zogenaamde verloren kerkhof, door Martijn Hogenkamp, september 2016. Uit een middeleeuwse beschrijving van de grens van het rechtsgebied van de stad Groenlo blijkt dat in ieder geval al in de 14e eeuw, waarschijnlijk al in de 13e eeuw, op deze plaats een galg stond. Begin 16e eeuw wordt de plek het gericht genoemd. De gerichtsplaats met galg heeft tot 1795 bestaan. Rond 1870 wordt hier een begraafplaats aangelegd, die in 1949 als vuilstort in gebruik is genomen. In 2016 gaan de nieuwe N18 het perceel doorsnijden. Mysterieus, het gericht, het verloren, grafveld onder de vuilstort, terechtgestelden, heidenen, zwervers, zelfmoordenaars, ongedoopte kinderen, foto, www.heerlijkheidborculo.nl. De gerichtsplaats, er waren in Groenlo gelijktijdig meerdere gerichtsplaatsen. Er was er één op de plek van het verloren kerkhof, een tweede op de Galgenkamp, aan de oude Aaltenseweg nabij het huis van de familie Wolters, en een derde op het grondgebied van kasteel Havezette Marhulsen. Galgen stonden vaak op woeste grond, op een goed zichtbare plaats, aan een doorgaande weg bij de grens van een rechtsgebied, als teken van het halsrecht. Het was gebruikelijk om de terechtgestelde 3 dagen aan de galg te laten hangen. Ze werden als het ware tentoongesteld en daarna bij de galgerichtsplaats begraven. Een foto van de nog bestaande galgenbeeld op het grondgebied van huis Marhulsen. En een afbeelding van 1606, de galg op de plek van het verloren kerkhof, door Frans Hogenberg George Keller. En een afbeelding van 1627, de galg op de plek van het verloren kerkhof, door Klaas Jans Visser. En een afbeelding van 1631, de galg op de plek van het verloren kerkhof, door Nicolaas van Geelkerken. En een afbeelding van 1780, de gerichtsplaats op de plek van het verloren kerkhof, bron Hottinger Atlas. Tijdlijn topografische en militaire kaarten 1844, perceel Heide, eigendom gemeente Groenlo. De periode tussen het verbod op galgen in 1795 en aanleg van de begraafplaats rond 1870 naar aanleiding van de begrafeniswet van 1869. Volgens de 19e eeuwse geschiedschrijver J.H. Hofman, geboren in 1837, was in zijn jeugd de galgenbeeld en dicht bij Den Breken nog bekend. 1879, begraafplaats van ongeveer 70 bij 80 meter, het baarhuisje, aangelegd rond 1870. 1929, situatie ongewijzigd, begraafplaats, het baarhuisje. 1935, begraafplaats verkleind naar ongeveer 40 bij 30 meter, het baarhuisje is verdwenen. 1943, situatie ongewijzigd, begraafplaats, zonder baarhuisje. 1952, vanaf 1949 vergunning voor vuilstort op de oorspronkelijke grotere begraafplaats. Het water is ontstaan door het afgraven van zand. Dat zand is onder andere gebruikt voor ophoging van de buurt Irenestraat en Beatrixstraat. De zandafgraving is weer volgestort met vuil. 1965, vuilstort uitgebreid naar gedeelte van het perceel achter de oorspronkelijke begraafplaats. 1977, begraafplaats vuilstort volledig begroeid. Projectie van de begraafplaats op de huidige situatie. 2016, de huidige situatie. 1870 tot 1930, begraafplaats van ongeveer 70 bij 80 meter, het baarhuisje. 1930 tot 1950, begraafplaats verkleind, ongeveer 40 bij 30 meter, het baarhuisje is verdwenen. Vanaf 1949 zandafgraving en vuilstort op de oorspronkelijke grotere begraafplaats. Projectie van de nieuwe N18 op de begraafplaats. 2016, het door Rijkswaterstaat geplande tracé. 1870 tot 1930, de twee hoofdrijbanen doorsnijden de begraafplaats. 1930 tot 1950, de verkleinde begraafplaats ligt buiten het tracé van de nieuwe N18. Vanaf 1949, doorsnijding van de zandafgraving. Vuilstort en voormalige begraafplaats. September 2016. De bomen op het tracé zijn gekapt. Twee gemetselde boeren markeren de achtergrond van de oorspronkelijke, grotere, begraafplaats. Boer op de zuidoostelijke hoek, gezien vanuit het zuiden. Rechts het tracé van de parallelweg achterlangs de begraafplaats. Boer op de noordoostelijke hoek, gezien vanuit het noorden. Links het tracé van de parallelweg, rechts het tracé van de twee hoofdrijbanen over de begraafplaats. Heb je naar aanleiding van deze video vragen? Stel ze gerust in de reacties, wellicht dat er dan ook antwoorden komen op deze vragen.